Hallo en welkom in Walibi Holland. Vandaag ga ik iets heel erg leuks doen, namelijk een backstage tour bij de Halloween Fright Nights hier in Walibi Holland. Ik ben echt super benieuwd wat ik allemaal ga zien en meemaken vandaag tijdens de tour. Voor het eerst als we zo'n tour doen dit jaar, het lijkt me gewoon heel erg tof om dat eens te gaan beleven. Wel één dingetje, filmen is waarschijnlijk niet toegestaan op foto's maken, dus ik ga misschien hier en daar hele kleine dingen kunnen laten zien. Maar niet veel. Maar ik ga jullie sowieso vertellen hoe het was nadat het is afgelopen. Want het lijkt me gewoon super vet. Te kijken hoe Halloween Fright Nights hier gemaakt en ontwikkeld wordt. De backstage tour begint om 12 uur. En we moesten ons hier melden bij de grote Walibi Way. Zo, dat was dan het eerste deel van de backstage tour. We zijn omhoog gegaan naar Alice in Horrorland. Tenminste, de voormalige plek van Alice in Horrorland. Waar nu de wachtrij is van Express, de gethematiseerde wachtrij. We hebben een kleine presentatie gehad over de geschiedenis van Halloween Fright Nights. En wat ze hier al doen, waar het mee en event is mee begonnen. Heel lang geleden in de Six Flags Holland tijd. En ja, wat ze allemaal hebben opgebouwd. Hoe een spookhuis in elkaar zit. Allemaal heel interessant. Daar hebben we een ritje Express gedaan. En nu zijn we onderweg naar de base. Dat is de plek waar alle acteurs de schmink en de grim op krijgen. En waar ze ook hun kostuum krijgen. De centrale post voor alle acteurs dus hier in het park. Heel benieuwd wat we daar allemaal gaan zien. Tijd om de base in te gaan. Dat zit hier in dit voormalige pannenkoekenrestaurant. Er zit al hier jaren de Donut Factory. Maar vroeger zat hier dus een pannenkoekenrestaurant met een grote speeltuin binnen. Zo, dat was dan de base. Vanaf hier zie je het een heel klein beetje. Je ziet daar een paar poppen staan en daarboven een paar kostuums. Nou, daar stonden we dus net binnen. Ja, wow, wat een ervaring was dit. Dit was echt super tof. Een hele, hele, hele leuke rondleiding tot nu toe. Om hier, ja, van alles te bekijken. Op een gegeven moment stonden we gewoon in de kleedkamer van Eddie de Clown. Werd er uitgelegd hoe die siliconen of een soort schuimachtige dingen, hoe die gemaakt worden en die op zijn gezicht aangebracht worden. Echt super tof om te zien. Echt hartstikke mooi. Sowieso om de hoeveelheid mensen te zien die daar echt de hele dag mensen staan te grimen. De acteurs in de stoelen te zien die, ja, elke dag dus die grim op moeten aanbrengen. Ja, dat is gewoon echt heel veel werk. Meer werk dan je misschien zou denken. En heel tof dat Walibi zo een klein kijkje in de keuken laat zien. Ja, ik was heel veel toffe dingen verteld. We hebben heel veel toffe dingen hier gezien. Maar we zijn zeker nog niet klaar. Nu is het tijd om richting Haunted Holidays te gaan. En daarna gaan we nog een klein kijkje nemen bij Below. Zoals je ziet, nu bezig met de backstage tour. Ik heb al heel veel gezien. We zijn nu net bij Haunted Holidays toe geweest. We zijn op de base geweest, al bij Express. En nu onderweg naar Below. Wij komen dus serieus uit Below. En ja, dat was het einde van de backstage tour. Wow, wat een ervaring. Wat is er veel verteld? Is er veel laten zien? En wat een openhartigheid vanuit Walibi. Dat we echt overal mochten komen van, ja, de achterkant van de wachtrij van Express. Tot de base, bij de green, tot de kleedkamer van Eddie de Clown stonden we op een gegeven moment in. Ja, dat is gewoon super, super tof. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt hier in Walibi. Ik ben hier vaak backstage geweest, maar niet op zo'n manier. Niet tijdens een event wat ook echt op een moment draait. Ja, heel erg tof, die openhartigheid vanuit Walibi Holland. Ja, natuurlijk jammer dat ik niks kon laten zien. Maar ja, het is niet voor niks backstage. Het moet geheim blijven. En het is al heel tof dat ze op zo'n hele kleinschalige manier aan de mensen die echt heel erg veel om Halloween en Walibi geven, om daar een klein kijkje in de keuken te geven. Dat hebben ze dus op deze manier zo gedaan. En ja, dat vind ik super, super tof. Dus ja, wat we dit jaar dus gedaan hebben is Express, wachtrij van Express, achtergrond Express en daar een kleine presentatie. Toen naar de base waar alle characters gegrimeerd worden, waar de kostuums liggen, waar pauzeruimtes zijn, waar ze zich dus klaarmaken voor de avond. Vervolgens zijn we naar Haunted Holidays toe geweest.
In Houten's Holidays 2 zijn we ook door het spookhuis gelopen. Wederom met werkverlichting aan. En hebben we heel veel uitleg gekregen over hoe scares werken. Hoe dingen gebouwd worden. Wat ze tegenwoordig anders doen. Want het is wel een iets ouder huis. Houten's Holidays 2 is dit jaar dicht. Dus dat was de enige manier dit jaar om in Houten's Holidays 2 te kunnen kijken. Vervolgens backstage achter de Goliath langs. Over het terrein van Wrong Turn gelopen. Waar we heel even, heel vluchtig gekeken hebben over het terrein waar de wagentjes rondrijden. Om vervolgens te eindigen hier bij B-Low, waar we het spookhuis twee keer hebben gedaan. Eén keer met de werkverlichting aan, één keer met de showverlichting aan. En één keer zijn we nog een keertje backstage geweest kijken. Dus alle gangetjes die achter de regen hebben we bekeken. Ja, hartstikke tof. B-Low is echt mijn favoriete spookhuis, dus heel fijn dat ik die nu een keertje zo op deze manier heb mogen beleven. Echt super tof deze ervaring. Ik hoop dat hij volgend jaar terugkomt. Als hij dan een beetje anders is, dan ga ik hem echt nog een tweede keer doen. Als ze dan zeggen van, dan gaan we naar andere spookhuizen, dan doen we dit anders, dat anders. Ja, dat zou ik zeer zeker nog een keer willen meemaken. Tof deze ervaring, de backstage tour tijdens Halloween Fright Nights hier in Walibi Holland. Wil je hem ook doen? Dan heb ik slecht nieuws voor je. Hij is uitverkocht. Hij was echt binnen 2 dagen of 3 dagen uitverkocht. Dus van alle dagen zijn er totaal 10 tours voor maximaal 6 plekken, dus maximaal 60 man. In principe willen ze hem volgend jaar terug gaan brengen, is nu het plan. Kan natuurlijk altijd veranderen. Dus wil je hem gaan doen? Moet je hem volgend jaar doen. Ja, de backstage tour was heel erg vet. Maar wat nog veel vetter is, zijn Halloween Fright Nights zelf. Ik heb zojuist al Jefferson Manor gedaan. Ja, weer een super spookhuis. Het was wel een beetje druk, daarom iets minder beleving deze keer. Ja, dat kan toch wel aanraden om wel op een rustige dag te gaan. Want dan kan je gewoon heel veel meer doen. En met een veel rustiger beleving. Maar het is vandaag de derde zaterdag. Het is topdrukte vandaag. Het gaat vandaag echt niet rustig worden, dat is altijd op deze dag. We gaan zo beginnen in Tangled Twigs. Een hele toffe zone vind ik zelf. Ik vind de actrices en acteurs daar echt fantastisch. Zeker die actrice die in allerlei gekke vormen over de tafel buigt. Maar ook alle andere acteurs die in dat gebied staan. Hele leuke zone. Misschien wel mijn favoriet. Ja, laten we eens gaan rondkijken.
Boys lekker gegeten bij Club WAP. Nou ja, het komt ermee door. Het was niet helemaal zoals een plaatje, maar het was wel aardig. En nu lekker de Scarezones bij Night gaan bezoeken. Hier zie je de Silent Disco. Het is lekker druk zoals je ziet. Het is eerst nog tijd voor een ritje in de Speed of Sound. Die heeft na 6 uur een speciale Halloween soundtrack. Wat toch wel voor een hele leuke extra beleving zorgt. Zoals je ziet, het is niet rustig. De wachtrij staat bijna helemaal vol.
Een fronsie nachtritje een teen. Wow, wat is dat heerlijk. Achtbanen in het donker zijn echt geweldig. En tijdens Halloween Fright Nights zijn alle achtbanen, mensen, bijna alle achtbanen, ook nog extra uitgelicht. Zoals hier bij Untamed. Waar er allemaal extra lichteffect op de lift heel en tijdens de rit zitten. Natuurlijk, de baan met de meeste extra lichteffecten. Dat is Lost Gravity. Maar ook de El Condor heeft extra verlichting. Speed of Sound heeft extra verlichting. En voor het eerste jaar heeft ook de Express extra verlichting. Thank you.
Zoals je zag, je kan Eddie de Clown overal op het park tegenkomen. Hij heeft zijn eigen paradevloot, waarbij hij op diverse plekken in het park spontaan opduikt, waaronder ook bij het hoofdpodium. Ja, ik moet zeggen, dit is echt een fantastische avond Halloween Fright Nights. En ik moet zeggen, door die backstage tour die ik eerder vandaag heb gedaan, heb ik nog veel meer respect voor al die acteurs en al die medewerkers die dit toch maar weer klaarspelen elk jaar. Ik vind het heel tof om rond te lopen en nu de kostuums te herkennen en de schmink die ik net in het atelier heb gezien op de base. En dat ik denk van ja, dat is toch tof. Wat een werk zit daarin. Het is gewoon grappig om te bedenken dat die neus die de heks net op had, die heb ik net nog in mijn handen gehad, want die deelde ze rond, want iedereen even kon kijken hoe dat eruit ziet. Ja, dat zijn toch van die dingen. Leuk dat Walibi dat voor de fans doet. Ja, heel erg tof. En het vergroot alleen nog maar het respect voor alle acteurs en alle medewerkers hier in Walibi Holland. Thank you.
Fanta supermarkt hier te doen in Fire Pit. Ik ben heel benieuwd. Dit schijnt heel lachen te zijn. Dat was de Fanta Mobile Market. Ja, dat was leuk. Een houten supermarkt. Ik moest een paar boodschappen gaan doen. We zonden al de nootjes halen en een Fanta. En ja, uiteindelijk mocht ik die producten ook meenemen. Maar het ging niet zomaar als een normale supermarkt. Dat was toch een beetje spooky. Met hier en daar, ja, plotseling wel een toeter die afging. En opeens was het brood op de grond. Ik viel al het brood om. Ik had opeens een hand uit het schap. Ja, superleuk. Yeah.
Dat was dan het einde van mijn derde Halloween Fright Nights weekend. Ja, wat een fantastische dag. Wat een fantastische backstage tour. En wat een fantastisch event. Ik heb vandaag veel geleerd, veel gedaan. En heel veel van de Halloween Fright Nights gezien. Ik heb een topdag gehad. Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Hè. Doei!